Nee, dit niet wil, mama. Sorry. Je zingt zo hoog. Ja, maar... Sorry hoor. Wat zing jij hoog? Nou, het is niet zo hoog. Nou, dit is hoog hoor. Het komt dat je die tafel bent gelopen. Nou, nee, dat hoe is... kom jij hier? Zo'n stem van jou, want die gaat dus hoog, hè? En laag. En ook laag, maar hoe noem je zo'n stem nou? Ben jij een sopraan of wat ja, ben jij dan? Ja, nu ben ik een sopraan, ja. Oh, wat was je vroeger dan? Ja, een coloratuursopraan. Dan had ik er nog een cadens boven. Een klassieke leek als ik, zou ik maar zeggen. Hè? Zo'n gemiddelde Hollander. Gemiddelde nogal. Nou, ik zit ver onder het gemiddelde. Sorry hoor. Nou, ga straks aan je baardtrek breien. Ja. En je bent ook zo vrolijk, Wilma. Dat ben ik gebleven in de nood. Ja, nee, maar... Dat zou je in dit sombere land hebben. Ja, nee, zo vrolijk als jij bent. En dan in die serieuze wereld. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Nou, ik denk dat ik het daarom zo lang volhoud, omdat ik daarnaast heel vrolijk ben. Ik neem dat vak heel serieus. Nou, dat is maar ja, dus als niet, je het leven moet je natuurlijk een beetje... Je moet de betrekkelijkheid van alles inzien. Als je dat ziet, dan kun je toch zo om je heen lachen. De meeste waar. Mensen vinden zichzelf zo belangrijk. Oh, en daar kan ik om lachen. Ik kan ook om zijn. Ja, maar als ik jou zie, moet ik ook lachen. Oh. Bij het Nederlands elftal wordt altijd het Wilhelmus gezongen. Maar, is dat zo? Ja. Mooi. Maar het lijkt mij toch meer beter voor het Nederlands elftal en beter voor het Wilhelmus. En beter voor het volk. Ja. Dat we daar eens een beetje een serieuze stem tegenaan gooien. Meen je dat nou? Een stem zoals jij. Nou, ik vind het niet dom gedacht, want in het buitenland wordt het ook veel gedaan, hoor. Ja. Dat ze opera stemmen. Precies. Een mooie klassieke stem daar eens even tegenaan gooien, tegen het Wilhelmus. Ja. Zou jij voor mij even gewoon één coupletje... Nu? Van het Wilhelmus. Zou ik nu willen? Als het kan, graag. Peter, gaat dat? Ja. Ja? Dat de KNVB jou nou nooit gebeld heeft. Maar dat hebben ze ook nog niet gehoord. Je hebt de primeur vanavond. Juist. Het wordt de hoogste tijd dat de KNVB jou gaat bellen.